Breda nu. Je weet het meteen. Breda Barst heeft de toegankelijkheidsbokaal 2017 gewonnen. Zij zijn de organisatie die zich het meest ingespannen hebben om te voldoen aan de afspraken van het VN-verdrag over de rechten van de mensen met een beperking. Ik heb net een korte presentatie gegeven over het VN-verdrag, over de ratificatie ervan en de uitwerking in actieplannen. Dat VN-verdrag dat moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking op een gelijkwaardige manier kunnen meedoen aan de samenleving. Dus het is echt bedoeld om die mensen zeg maar positie te geven in de samenleving. Ik ben hier voor een awarenessdag van Breda voor iedereen. De awarenessdag is om mensen in de regio Breda te laten zien wat toegankelijkheid is en wat wij daaraan doen om de toegankelijkheid in Breda te verbeteren. Een jaar geleden hebben wij onze eerste gemeentelijke dag gehad om ons in te zetten voor de toegankelijkheid en te kijken wat we allemaal kunnen verbeteren. En zoals je ziet hebben we toen allemaal punten gemaakt en vandaag zijn we weer bij elkaar gekomen om te bespreken wat we allemaal hebben kunnen aanpassen en wat we allemaal nog in de toekomst kunnen gaan aanpassen. Een hele grote beker in mijn hand aan het houden die ik vandaag heb gewonnen. Ik heb hem gewonnen omdat we met Breda Barst en Breda Gelijk een project zijn gestart afgelopen jaar om Breda Barst mee toegankelijk te maken. Om zo een groot voorbeeld te zijn voor andere evenementen en festivals in Breda. Het VN-verdrag zelf is een verdrag van de lange termijn. Je kan het vergelijken met gelijke rechten tussen mannen en vrouwen of het kinderrechten. De VN, de Verenigde Naties, die vraagt aandacht voor een groep waarvan zij denken, hey, die komen niet maatschappelijk genoeg in positie. Ja, het is een vervolg van het VN-resolutie die een jaar of anderhalf geleden is geratificeerd door Nederland, waarin de rechten van mensen met een functiebeperking zijn omschreven. Ze hebben hier in Breda de lokale agenda opgesteld en dat zijn punten waar wij gewoon de komende jaren aan moeten werken om Breda gasvrij te maken en toegankelijk voor iedereen. Opstapjes zouden afritjes van gemaakt kunnen worden. En dan is het al een heel stuk verbeterd om de uitgankelijkheid te verbeteren. Tevens gangen, geen kratten met flesjes wegzetten, zodat een rolstoel er ook werkelijk doorheen kan. Dat zijn gewoon kleine dingetjes die bijna geen geld kosten, maar toch een betere toegankelijkheid veroorzaken. Nou, eigenlijk zoals ik dat verliefdheidsgevoel wat je in het begin van de relatie zeg maar hebt. Een beetje dat gevoel. Vlinders in de buik. Zo. Maar op dit moment kunnen mensen met een beperking op heel veel vlakken niet echt meedoen in de samenleving. Dus is dit verdrag nodig. En zal het een weg zijn langs emancipatielijn om zeg maar steeds betere positie in de maatschappij te krijgen. Breda nu. Je weet het meteen.